Hoi, van harte welkom bij weer een nieuwe video binnen de reeks Breien Kennis uit. Vandaag beantwoord ik de vraag: uh, een top-down trui breien, hoe werkt dat nou eigenlijk? Uh, en dat ga ik met heel veel plezier uitleggen. Want uh, sinds ik weet hoe je een top-down trui breidt, dus een trui die je in het rond helemaal aan elkaar breidt zonder dat je nog allerlei losse panden uh, aan elkaar hoeft te zetten is er echt een wereld voor me open gegaan. Uh, ik weet nog dat ik het allereerste baby breide uh, toen ik zwanger was van ons eerste kind en uh, ik had allemaal losse panden gebreid en op het allerlaatste moment, ik was 42 weken zwanger, uh, had ik die panden in elkaar gezet, mouwtjes eraan gezet en toen ontdekte ik dus dat dat truitje ongeveer zo breed was terwijl het maar zo hoog was en dus echt helemaal niet ging passen. Nou heb je daar natuurlijk met losse panden ook allerlei trucjes voor hoe je dat beter tussendoor al kunt checken of iets gaat passen. Uh, maar toen ik leerde om top-down truien te breien en Ontdekte dat ik die dus halverwege gewoon aan kan passen, of in elk geval al kan zien op het oog dat er iets in de verhouding niet gaat kloppen. Um, ja, dat, dat vond ik echt een eye-opener. Bovendien uh, ben ik ook helemaal geen fan van dingen aan elkaar zetten. Er zijn mensen die vinden dat helemaal niet erg om met bijvoorbeeld een matrassteek um, allerlei losse panden in elkaar te zetten. Ik heb alleen als ik dan al die tijd al in het breien heb gestoken en je moet dan alles nog heel secuur in elkaar gaan zetten. Ik heb daar niet het geduld voor, dus voor mij is het uh, rondbreien van een trui echt de uitvinding. Ik ga het ook specifiek hebben over een top-down trui. Je kunt een trui ook in het rondbreien, bottom-up, dus van beneden naar boven. Um, ook hartstikke handig om te doen. Dan geldt alleen iets minder makkelijk dat je hem tussendoor ook aan kan passen. Zo'n top-down trui, die kun je vrij snel, als je tot hier bent bijvoorbeeld, dan kun je kijken van nou zit het hier niet te strak, niet te wijd, uh, gaan de armen goed vallen enzovoorts. Dus dat heeft een beetje mijn voorkeur. Maar hoe werkt dat nou? Want mensen denken vaak dat het heel ingewikkeld is, maar dat valt reuze mee. Je ziet hier een trui, dit is de Flex trui van Tink Nits. Een gratis patroon, uh, wat echt een heel goed patroon is als je een, voor het eerst een trui wil gaan leren breien. En het grote voordeel van uh, dat patroon is dat je echt een uh, nieuwborn size kan kiezen. Maar ook een, ik geloof dat het zelfs tot 6xL gaat, uh, dus eigenlijk alle maten daartussen kun je kiezen. Dus je kunt. In welke maat je ook wil deze trui breien. Um ja, heel, heel, heel goed basispatroon voor een trui mocht je uh, hulp nodig hebben. Omdat je bijvoorbeeld geen Engelstalig patroon kan lezen. Nou, ik heb ook een video over waarom je dat wel zou moeten uh, leren, willen leren. Um, maar kom je er niet uit en wil je gewoon echt een keer hulp hebben, wil je stap voor stap deze trui leren breien. Ook stap voor stap leren hoe je zo'n Engelstalig patroon leest. Ik heb een, een, sta, een hele uitgebreide videotutorial voor het breien van deze trui in de online breikampen. Staan. Dus als je daar lid van wordt, dan kun je deze trui met gemak leren breien. Dan kan het niet meer misgaan. Nou, hoe begin je de boord, de hals, die breien op een rondbreinaald? En waar ik meestal voor kies, je zou een hele trui via de Magic Loop methode kunnen breien. Nou, als je nog nooit rondgebreid hebt en je wilt weten welke methodes voor rondbreien er zijn en hoe je het beste kunt beginnen, dan heb ik ook daarover een video. Zie hierboven. Het linkje en ik zal ze ook onder de video linken. Um je kunt de hele uh, trui dus op een Magic Loop naald breien als je dat wil. Wat ik vaak prettig vind, is beginnen bij de boord. En dat wordt vaak ook in het patroon aangeraden. Met een 40 centimeter rondbreinaald. Het liefst nog met knik in de, uh, in de punt. Zodat je makkelijk rond kan breien. Nou, die naalden heb ik uh, uh, in de webshop staan van Chia Gu. Dus als je daar de 40 centimeter naald opzoekt, dan zijn dat die naalden met knik. Waardoor je dus een muts, maar ook. De hals van een trui heel makkelijk rond kan breien, hè? want je, dit past op uh, 40 centimeter als je die steken hebt. Nou, vervolgens ga je op bepaalde punten meerdere, dat geeft een patroon altijd aan waar dat gaat gebeuren. Uh, en dan krijg je dus meer, steeds meer steken op je rondbreinaald. Nou, bij deze, dit is een kindertruitje, ben ik op een gegeven moment overgestapt op een... Ik denk 60 centimeter, maar misschien heb ik hem zelfs helemaal op de 40 centimeter gebreid. En brei je een volwassen trui, dan stap je dus over op 80 of 100 centimeter als je op een gegeven moment uh, heel veel steken op je naald hebt staan. Dan ga je op een gegeven moment, als je dus op dit punt bent, dan legt het patroon uit hoe je in de ronde de steken voor de mouwen apart gaat zetten. Die zet je dus apart op een, op een draad, op een stukje waste yarn, een stukje draad dat je over hebt. Of uh, je hebt daar ook um, ja, speciale producten voor, die zal ik hieronder ook even linken. De leather cord bijvoorbeeld van Coco Knits. Um, maar dan zet je dus de steken voor de mouw apart en op je rondbreinaald brei je dus verder aan uh, de body van de trui. En dan hier brei je de bord eraan. Vaak brei je de trui, deze trui bijvoorbeeld helemaal op um, uh, 5 mm en de boorden. Die brei je dan op een 4 mm. Natuurlijk is alles afhankelijk van je proeflapje. Nou, ook over het breien van een proeflapje voor een trui heb ik een video en een blog. Die zal ik uh, zowel hier in de video proberen te linken. In elk geval vind je alle linkjes waar ik over praat uh, altijd onder deze video. Dan brei je dus de trui af en vervolgens ga je de steken die je op je draad hebt staan terugzetten op een naald. Nou, de mouw kun je breien op een magic loop, via de magic loop methode of op sokkennaalden. Je hebt ook 23 cm rondbreinaaltjes waar je dat op zou kunnen doen. Bij deze mouw, bij een kindertrui, is de 23 cm vaak nog net te groot. Ik vind het niet altijd even prettig. Ja, ik wissel eigenlijk heel veel af. Bij een volwassen trui wil ik nog wel de 23 cm naald gebruiken. In elk geval doe ik het in de tutorial voor via de Magic Loop methode en uh, met DPN's. Nou, dan brei je dus de mouwen aan de trui. Die ga je ook, daar ga je de boord aanbreien, die kant je af en je trui is af. En je hoeft dus niks anders meer te doen dan je draden wegwerken. Uh, vaak krijg je nog wat gaatjes hier bij de armen. Nou, je ziet het hier ook nog een heel klein beetje, um, maar die kun je dus netjes wegwerken. Nou, leg ik ook allemaal uit in die tutorial als je daar meer over zou willen weten. Maar zo zit een top-down trui dus in elkaar, je hoeft dus niks meer in elkaar te zetten. Uh, de trui is af en je kunt hem gaan dragen. Uh, je ziet trouwens dat deze trui een heel klein beetje gepild is. Deze is echt heel veel gedragen door mijn dochtertje. Uh, het is de Rico Merino, 100% Merino. Um, ja, dus als je denkt, hij ziet er een beetje pillerig uit, dat klopt. Het is een heel veel gedragen trui. En terecht, want ja, hij, hij is gewoon heerlijk. Um, Heel veel dank. Leuk dat deze vraag zoveel binnen is gekomen. En dat ik op deze manier daar wat meer over heb kunnen vertellen. Heb je daar nog vragen over? Laat ze altijd gerust achter onder de video. En dan ga ik je antwoorden. Je mag me ook altijd even mailen op info.nl. Mail daar ook naartoe als je nou zelf een vraag hebt voor deze breien kennis uit video's. Wil jij iets meer leren over breien? Zit je met een vraag? Stuur hem zeker even in. Dankjewel voor het kijken, ik hoop dat je er weer wat aan had en tot de volgende breienkennis uit video. Doei, veel breiplezier!